Goedemorgen of goedemiddag, beste leerlingen. Zoals jullie merken, ben ik er niet, want ik zit sinds vandaag ook in quarantaine na contact met een positieve persoon. Om toch een beetje te zorgen dat de achterstand niet te groot is, heb ik vandaag nog snel dit filmpje voor jullie gemaakt. Dit filmpje komt overeen met pagina 26 tot 29 in jullie cursus. Je hebt dit filmpje nodig om heel wat zaken te kunnen invullen. Maar er staan ook filmpjes in de cursus zelf. Jullie kunnen daaraan via Pelkmans portaal, waar jullie dus ook aan de digitale cursus kunnen en alle filmpjes kunnen zien. Ik had het vorige week al even kort over die drie belangrijke mannen waar we het nu over gaan hebben: Luther, Vesalius en Da Vinci. Vandaag gaat het over Luther en Luther heeft vooral met de kerk te maken. Je ziet hier de titel: Reformatie en Contra-Reformatie. Reformatie. Je hoort het er al een beetje in, betekent eigenlijk het hervormen van. Luther wou zeer graag de kerk hervormen. De kerk was er niet mee gediend. En dan krijg je een contra-reformatie, waarin je het woordje tegen de hervorming ziet. En de kerk ging dus een tegenbeweging maken. Alvorens we echt van start gaan, wil ik jullie nog even wijzen op pagina 25, want daar staat het woordje humanisme. En dat is wel een zeer belangrijk woord. Je hoort er het woordje human in, en dat is ook meteen het allerbelangrijkste eraan. Want wat doet men in de nieuwe tijd? Men gaat voor de allereerste keer de mens centraal plaatsen, in plaats van God. En dat geeft dus een heel andere kijk op de wereld en op hun eigen leven. Ineens wordt hun eigen leven veel belangrijker en niet zozeer het leven na de dood in de hemel. Zoiets zoals wij nu ook vandaag leven. Duid het woordje zeker aan, want het maakt het zeer belangrijk om te begrijpen waarom dat die drie mannen nu maar pas naar voren komen en wie ze eigenlijk waren. Laten we eens even kijken. In de middeleeuwen versus de nieuwe tijd. In de middeleeuwen was iedereen rooms-katholiek. Ik zeg wel degelijk iedereen, want je werd vermoord, vervolgd of gestraft als je dat niet was. Rooms verwijst natuurlijk naar Rome en er was dus een geloof in de paus. Die dus rechts beneden, hier zie je hem staan, een Sinterklaasachtige figuur, wel degelijk. Maar wat is er een beetje het probleem? Deze man hier aan de linkerkant, je kan de kerk een beetje vergelijken met een leger, iedereen heeft zo zijn rang. Deze mannen hier zijn de hoge rangen en die waren allemaal van adel. Veelal waren dat overtallige zonen. Als ik een koningin was bijvoorbeeld en ik had drie zonen, ja, de eerste werd koning. De tweede, die ging in het leger, want die moest mijn oudere zoon beschermen. Maar de derde, die was er gewoon te veel aan. Om die toch nog altijd een leven in luxe en macht te geven, dan stak ik hem in de kerk. En daar, doordat hij van adel was, kreeg hij meteen een hoge rang. Of hij nu christelijk was of niet. En dat zie je hier. Heel vaak waren die hoge rangmensen, je ziet hier de lijn, helemaal niet zo gelovig. Ze wilden gewoon macht en hun leven voortzetten. Laat staan dat ze naar het celibaat luisterden. En het celibaat wil zeggen dat je natuurlijk geen seks mag hebben, ook geen onkuise gedachten, geen kus, geen vrouw en zo verder. Dus je krijgt eigenlijk een bovenbouw in de kerk die helemaal niet zo gelovig is, of toch niet altijd. Dan hebben we de lage geestelijke, dat was het gewone volk. Zij waren vaak wel gelovig, want zij kozen ervoor, maar ze waren laag opgeleid en ze wisten eigenlijk helemaal niet zoveel van al die zaken. En daar kwam commentaar op. Bij terecht ook wel. De paus, die was zeer hebzuchtig. Je ziet hier enkele gouden kerken. Je ziet de kerk in Vaticaanstad. De paus had een hang naar luxe en was altijd van adel. Je mag je ook niet vergeten dat in die tijd de kerkdienst, die verplicht was op zondag, dat die gegeven werd door de pastoor van voor in de kerk, helemaal in het Latijn en met zijn rug naar het volk. Dus zo goed als niemand begreep eigenlijk wat er daar gezegd werd. En de pastoor zelf vaak ook niet helemaal. Dus de kerk had heel veel geld nodig. Dat zie je daar aan die gouden kerk op de vorige slide. Hun oplossing was het verkopen van aflaten. Die zie je hier ook verschijnen en die zie je ook in de cursus vermeld worden. Nu, wat is een aflaat? Voor de middeleeuwse mens is het terechtkomen in de hemel uberbelangrijk. Want dat is natuurlijk het enige wat telt in dit leven. Het leven is niet altijd even prettig. Je verliest je kinderen, je verliest je familie. Je verliest vaak je eigen leven, je verliest vaak al je bezittingen, je wordt ziek en zo verder. Veel mensen overleven het niet. Dus wat denkt men dan? Dit leven is een leven van tristesse, maar binnenkort ga ik naar de hemel. Nu, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je goed leeft, want anders kom je in de hel terecht of in het vage vuur, waar je na zoveel honderden jaren terug uit kan geraken. Maar toch liever rechtstreeks naar de hemel natuurlijk. Waar al jouw kinderen, jouw familie en iedereen op jou zal wachten. Daarvoor moet je een goed leven leiden.
En dat is niet zo simpel. Nu, wat biedt de kerk aan? De kerk en de paus ondertekenen papiertjes. Je ziet er hier eentje. Waarop staat dat al jouw zonden vergeven worden. Wat je ook gedaan hebt, als je veel geld neertelt, kan je een aflaat kopen. Dat wil dan ook zeggen, wanneer ik jullie nu allemaal uitmoord en ik koop voor veel geld zo'n dure aflaat, kom ik toch nog in de hemel terecht. Voilà. Dat is een zeer simpele manier natuurlijk. En wat is het resultaat? Voor de adel, die geld genoeg hebben, is het een vrijkaart om eenderd welke misdaad te begaan. Want ja, ze komen toch in de hemel terecht. Verkrachten, moorden, uitpersen, oorlogen, het maakt allemaal niet uit. Ze hebben geld genoeg en ze kopen de aflaat die ze nodig hebben. Voor het gewone volk echter wordt er enorm veel druk op hen gelegd. Want je kan ook een aflaat kopen voor iemand die al gestorven is. Dat wil zeggen dat jij plotseling verantwoordelijk wordt voor al die mensen die misschien al in de hel of in het vaagvuur zouden zitten. En dat kan toch niet? Daar moet je iets aan doen. Dat is de grootste ramp die kan gebeuren. En ook voor jezelf. Dus je ziet dat heel veel arme gelovigen zichzelf uitpersen en in alle mogelijke bochten wringen om toch maar zo'n stukje papier te kopen voor zichzelf of voor eventueel al gestorven familie. Want stel je nu voor dat je 5-jarig kind sterft. Ja, waarschijnlijk heeft dat wel een keer eens iets uitgestoken. Je wilt toch niet dat je kind eeuwig gekweld wordt in de hel? Dus je ziet dat de kerk op die manier enorm veel geld binnenrijft. En het is eigenlijk een schandalig stuk papier. Want je kan het inderdaad geldklopperij noemen. De enige bedoeling is om geld binnen te krijgen. Men gaat de mensen ook zwaar angst aanjagen. En men gaat ook ruzie stoken. Er zijn heel wat moorden gepleegd, omdat het gewoon goedkoper was om iemand te vermoorden en zijn aflaat af te nemen, die toch je zonde vergaf, dan het zelf te kopen. Dus het gaf een gigantisch rare en ook zeer schandalige situatie. En het was ook gewoon echt oneerlijk. Wie rijk was, kon zich een dure aflaat kopen en kon dus alles doen wat hij of zij maar wilde. En dat is nu toch echt wel niet de bedoeling. Nu, dit raadsel, daar mag je zelf even over nadenken. Ik had het erin gestoken voor tijdens de les. We zullen het na, wanneer ik terug ben en na de vakantie, wel even samen erover hebben. Nu, ik heb de kerkelijke soap. Ik heb het in een bepaalde soap, een soort van aflevering gestoken, Luther zijn leven. Omdat het daar eigenlijk wel een beetje op neerkomt. Nu, wat gebeurt er met al die aflaten, die trouwens nog altijd verkocht worden? De kerk doet het nog steeds. Met al die aflaten, daar komt uiteindelijk commentaar op. Nu, wat is het, de situatie onder het mom van het humanisme? Dus ze hebben een aantal slimme koppen die meer aan zichzelf gaan denken. En dus er komt kritiek op die kerk. Nu, je moet je proberen in te beelden, iedereen is katholiek. En iedereen moet katholiek zijn. Of je krijgt de inquisitie op je dak. Hier zie je het woordje inquisitie en hier zie je een afbeelding van een folterkamer. Wat mocht de inquisitie doen? De inquisitie waren paters die van de kerk jou mochten martelen, vermoorden, uitvragen, heel de volken mochten uitmoorden wanneer ze niet rooms-katholiek genoeg waren. Het is dus wel zeer duidelijk dat iedereen rooms-katholiek was. Maar er kwam commentaar op, want dat Latijn dat was onbegrijpelijk, niemand begreep het. De aflaten, daar was helemaal niks goed aan. De Bijbel was alleen in het Latijn. En dat begreep helemaal niemand, want je kon ook niet lezen. Er was dus steeds meer stilzwijgende kritiek. Nu, best niet let op of je werd vermoord. En daar komt dan Maarten Luther. En hij neemt het risico wel. Hij poneert 92 stellingen. En hoe doet dat? Hoe doet hij dat? Je ziet het hier afgebeeld. Hij nagelt ze aan de kerk van Wittenberg. Nu, er is een beetje discussie welke kerk het was. Maar algemeen wordt Wittenberg aanvaard. Nu, wanneer je al weet dat nog maar het denken dat Maria misschien toch geen maagd was, er al voor kon zorgen dat de inquisitie jou kon komen oppikken, dan was dit echt wel heiligschennis. Iets nagelen aan een kerkdeur, aan een heilig gebouw. Maarten riskeert op dit moment al van het begin zijn leven. En je ziet het goed, Maarten was zelf ook een pater. Dat zie je aan zijn lange gewaad en de kale plek op zijn hoofd, die we een tonsuur noemen. En wat staat er in die 92 stellingen? Al zijn ergernis met de kerk. En het wordt natuurlijk al gauw gelezen. Maarten wordt al snel zeer bekend. De inquisitie komt hem ook op de hielen, dus hij moet onderduiken en bescherming zoeken. Maar hij wint aanhang. Hij vindt die bescherming. De kerk is wel degelijk boos, maar Luther houdt vol. Nu, wat doet de kerk? Ze doen het meest dramatische dat er kan gebeuren voor iemand. Ze verbannen hem uit de kerk en ze verklaren hem vogelvrij.
Verbannen uit de kerk wil zeggen dat je op dat moment, volgens de paus, nooit meer in de hemel kan komen. Luther trekt het zich niet aan, want hij heeft op dat moment zoiets van: kijk, mijn geloof is belangrijker dan de paus. En hij wordt vogelvrij verklaard. Vogelvrij verklaren wil zeggen dat hij op dat moment door één der twee vermoord mag worden, zonder straf en zonder dat een aflaat nodig is. Nu, er zijn natuurlijk altijd een paar roddels, het dag-allemaal-momentje als er een soap is. Luther, zoals ik al zei, was zelf een pater, maar hij was verliefd op een non. Beiden moeten eigenlijk celibatair leven. Dat wil zeggen dat ze geen seks mogen hebben, dat ze niet mogen trouwen, dat ze zelfs niet verliefd mogen worden. Nu, zijn non loopt weg uit het klooster, wat een gigantisch schandaal was natuurlijk, en ze trouwen in het geheim. Wat echt wel toegeven is dat ze niet meer aan de kerk hangen. En dat is natuurlijk een zeer smeuïge roddel, want voor de mensen die een beetje met Maarten aan het lachen zijn, is dit echt wel de kans om hem compleet belachelijk te maken. Degenen die hem wel aanhangen, dus ja, maar hij heeft gelijk, want dat celibatair leven, dat is niet wat God voor ons bedacht heeft, want de bedoeling is toch dat we kindjes krijgen. Dat staat ook in de Bijbel. Nu, we gaan verder. Luther blijft verder gaan en hij vertaalt als allereerste de Bijbel. Want hij zegt: kijk jongens, al die andere mannen die gekomen zijn na degene die de Bijbel geschreven heeft, wie weet waren die wel helemaal niet christelijk. We moeten teruggaan naar de Bijbel en de Bijbel alleen. En hij wil de Bijbel ook voor iedereen toegankelijk maken. Dus hij vertaalt de Bijbel. Nu, binnen het mom van het humanisme, waar hij van overtuigd is, vindt hij ook dat iedereen toegang moet hebben tot bepaalde geschriften. Dus ook tot het kunnen lezen, want ja, anders heeft het allemaal weinig zin. En dus hij zit helemaal in dat gedachtegoed dat iedereen, of je nu hoog of laag geboren bent, dat iedereen het potentieel heeft om goed te worden. En dat iedereen, dat God dat niet per se zo bepaald heeft of je nu arm of rijk moet zijn, maar dat je naar je eigen capaciteiten moet gaan werken. En dus hij vertaalt de Bijbel in het Duits deze keer. En natuurlijk wil hij het celibaat voor priesters afschaffen. Nogal logisch, want hij wil zelf wel graag priester blijven, maar dat gaat niet, want hij is nu getrouwd met een non. Er duikt ook een vriend op, Calvijn. En Calvijn is een Nederlander. Calvijn wil ook de kerk hervormen, maar ach, zoals het gaat in een goede snoop, beide vrienden krijgen uiteindelijk ruzie. Want Calvijn wilde veel strenger zijn. Voor hem was een mens vanaf die hij of zij geboren was al voorbestemd voor de hemel of de hel. Die mens wist dat natuurlijk niet zelf en leidde zijn leven, maar als de kern slecht was en je had een goed leven geleid, tja, dan kwam je alsnog in de hel. Want jouw kern was slecht. Dat was Calvijn zijn idee, dus veel strenger. En hij wou ook veel soberder leven. Beiden slagen er uiteindelijk in. Dat is de seizoensfinale natuurlijk. Maar ze wilden eigenlijk de kerk hervormen. De kerk luistert niet. Dus ze stichten twee nieuwe stromingen. Het Lutheranisme, vernoemd naar Luther natuurlijk, wordt vooral populair in Duitsland. Het Calvinisme, vernoemd naar Calvijn, wordt vooral populair in Nederland. Iedereen is nog steeds christelijk, maar niet meer rooms-katholiek. Er komen kleine verschillen in alles. Dat zie je ook hier. Rooms-katholieken blijven geloven in de Bijbel en andere geschriften, waarbij de protestanten alleen nog gaan kijken naar de Bijbel. Rooms-katholieken blijven een sterke, strenge hiërarchie hebben. Paus, bisschop, kardinaal, dat is eigenlijk eerst kardinaal, bisschop en zo verder. Protestanten niet. Er zijn enkel dominees, zoals wij pastoors hebben. Er is daar geen leider van, geen hoge leider. Soms wel, hangt de stroming af. En ook vrouwen mogen dominee worden, in dit geval. Rooms-katholiek blijft geloven in heiligen en beelden. Dat willen de protestanten niet. Zij schaffen de heilige vervolging af, want ze zeggen: kijk, we geloven maar in één God en niet in al die beelden. De veel dogma's van Maria mag je een beetje negeren. Ook bij het protestant blijft Maria geen heilige, alleen Jezus en God doen ertoe. De rooms-katholiek heeft een altaar centraal staan. In het protestantisme staat een preekstoel centraal, waarbij men gaat preken. Ik zal het je even hier laten zien. Zie je hier verschijnen? Dit is een rooms-katholieke kerk met een altaar en allemaal heilige beelden. Het is een protestantse kerk met een preekstoel centraal. En veel neutraler, al die heiligen zijn weg. Nu, hoe de kerk hierop reageert, vertel ik in het volgende filmpje.